Vanmiddag thuiswedstrijd tegen Eemdijk. Ja, ik denk niet dat het zo'nzelfde wedstrijd wordt als Heen. Nee, absoluut niet. Beide ploegen zijn natuurlijk ook aanzienlijk veranderd. En ja, Eemdijk zal ook geleerd hebben van die wedstrijd, maar wij natuurlijk ook. Maar het wordt zeker geen walk-over, nee. Je hebt denk ik alweer de nodige verhalen gehoord en op papier gekregen van meneer Witteroot natuurlijk. Hè? En ja, wat stond er allemaal op? Ja, het is duidelijk dat vorige week moesten ze tegen Noordwijk en vandaag tegen ons. Dan weet je dat, dat ze natuurlijk wat afwachtender gaan spelen. Houden de linies goed gesloten. Ja, en gokken enorm op de omschakeling via de behendige spitsen. En dat, dat is wat we voornamelijk weten van ze. Compleet ander team als de eerste wedstrijd. Zeker wel op 6 posities andere spelers. Ja, absoluut. Dus dat zeg ik, dus een hele andere wedstrijd. En, maar ondanks dat vind ik dat wij als DVS zijn hier thuis moeten winnen van Eemdijk. Ja, dat denk ik ook. Wij hebben natuurlijk een paar mutaties. Oosturk geschorst. Olivier Pilon, wat is daarmee aan de hand? Ja, geen Pilon vandaag, die heeft een blessure. Camara niet, Van Zanten onder andere niet. Dus ja, maar goed, dat nogmaals een beetje in het begin van, zeg ik altijd van brede selectie is nodig om in deze klasse goed mee te blijven doen. En vandaag zal bewijzen of die groep breed genoeg is. Ja, ik zei net tegen Ruud van der Geest, de trainer van Eemdijk. Nou, vorige keer jullie allemaal geblesseerde spelers, nu wij allemaal geblesseerde spelers. DVS Eemdijk 0-9. Hij lachen. Ja, dat begrijp ik, want dat is natuurlijk niet helemaal waar, Piet. Maar nee, weet je, het is ondanks dat wij moeten de kwaliteit die we binnen onze groep hebben gewoon laten zien op de mat. En als het in het begin, als we niet vlot scoren, zullen we het geduld moeten opbrengen om, ja, om Eemdijk zo te vermoeien dat ze op een gegeven moment gaan laten vallen. En maar het is een ploeg die natuurlijk ontzettend hard kan werken en ontzettend kan geloven in één missie. Het is een eenheid en ja, daar moeten we ons maar doorheen zien te voetballen. Ja, ik denk dat ze met name in die winterstop op die eenheid hebben zitten beuken. Ik heb het net ook even met hem over gehad. Verwacht je een compact spelend Eemdijk? Ja, dat zei ik net ook. Hè. En daarnaast ook fysiek. Ze gaan natuurlijk ons het spel ontmoedigen. Dus dan zullen nodige overtredingen ontstaan. Dan zullen het spel willen vertragen. En, maar goed, dat is iets wat wij natuurlijk elke week wel meemaken. En daar zijn we op voorbereid. En dan kan de groep laten zien of ze daar ook naar weten te handelen. En nu krijgen spelers natuurlijk kansen, nu de schorsingen en blessures. En die willen ze natuurlijk aangrijpen. Ik doel eventjes weer op Daniël van Warffen, die toch ja, vrij veel in de wacht heeft gezeten. Maar nu toch even zijn kwaliteiten weer wil laten zien, denk ik. Ja. Hoop ik. Nee, dat is zo. En nou is Daniël geen jongen die constant op je deur staat te kloppen. Die heeft een hele positieve opvatting van alles wat er om hem heen gebeurt. En hij heeft het zelf afgedwongen dat hij vandaag gaat spelen. En ja, dit zijn kansen voor spelers om zichzelf te laten zien natuurlijk. En, dus daar heb ik ook hoge verwachtingen van. Ja. En een power? Ja, Barry in de spits. Omdat ik toch verwacht dat inderdaad dat Eemdijk inzakt en dat het wel handig is dat je iemand in de 16 meter bij een tegenstander hebt die niet nerveus voor de goal wordt. Met Pilon lever je natuurlijk even wat doelpunt in. Nou, Bert is in staat om daar ook een goed gevoel aan te geven. We wensen je namens DVS TV heel veel succes, Bert. Dankjewel.